Niemand verft zijn haar eigenlijk. René, heb jij het wel eens gehad dat je tijdens een wedstrijd... Ja, maar wacht even. Wat? Ik ben onlangs bij Willem koffie wezen drinken. En toen heeft Willem mij nog iets verzekerd dat hij die grapjes van jou, vooral van jou, niet leuk vindt. Omdat hij inderdaad zijn haren niet verft. Nee, dus een medisch wonder van 66, nog helemaal niet grijs. Dat is heel opmerkelijk inderdaad. Maar... Ja, nou, ik zeg niks. Nee. René, heb jij het wel eens gehad tijdens een wedstrijd dat je zo'n aandrang had? Dat je ik moet naar het toilet toe. Ik moet gewoon naar het toilet toe. Ik kan er niks aan doen. Ik ga even het veld uit. Nee, maar wat ik wel had, zeg maar, is dat toen jullie... Ik heb jullie gisteren bij Doordekken gezien. Ja. En jullie hadden over dat poep hadden jullie echt een enorme lol. Kees Luiks die even het veld af moet. En dan komen er bij mij, dus als ik zit te kijken, gelijk 100 poepverhalen natuurlijk omhoog. Ja, en dan... Doe er eens een stuk of 10. Nee, de leukste die ik ooit meegemaakt heb was met Rob Jansen. Mijn vriend Rob Jansen, die moest voor Erik Tammer naar Go Ahead Eagles. En daar had hij niet zoveel zin in, dus hij belt me op. Hij zegt, heb je zin om mee te gaan? Ik zeg, natuurlijk Rob, ik ga met jou mee naar Go Ahead. Ik zeg, dan gaan we samen. Maar Rob is een beetje moeilijk met plaatsen, dus die weet niet zoveel. Dus wij zitten in de auto en hij zegt bij Amersfoort, hij zegt, ik moet poepen, is het nog ver? Ik zei, nee, we zijn er zo. En hij wist het niet natuurlijk. Nee. Dus ik rijden. Hij zei, na 10 minuten, hij zegt, hoe ver is het nog? Ik zeg, we zijn er zo. Hij zegt, ik moet heel erg poepen hoor. Ik zeg, ja, we zijn er zo. Nou, lang verhaal kort, een uur in die auto gezeten. Hij met zo'n rode bolus die auto uitgekomen. Ja. Maar omdat de grote Rob Jansen, de zaakwaarnemer van Bergkamp, van der Sar, van de Boer, bij Go Ahead kwam, was de raad van commissaris, de raad van bestuur, heel was uitgelopen. En die vangen ons op. Dus Rob heel snel die handen schudden. En wij naar die bestuurskamer. En we gaan zitten. Maar die Rob moest ons steeds heel erg poepen. Dus die zegt tegen die voorzitter van Go Ahead, meneer, waar is hier het toilet? Waarop die man in een heel klein bestuurskamertje wijst naar een deur. Ja, zo, in die, plak, ja. Zo vandaar. Ja. En die Rob die gaat die deur in. Maar ik had met die mensen niet veel gesprekstof. Dus het was heel stil in die bestuurskamer. Ja. Dus wij zaten te luisteren naar het enorme geluid wat hij produceerde. En ik dacht op een gegeven moment... Die adelaarshorst gaat eraan. Dit gaat niet goed komen. En die mensen, het begon ook te ruiken in die bestuurskamer. Begon ook te stinken en zo. En dat duurde zeg maar een minuut of 20. Op een gegeven moment komt die Rob, die komt dat hele kleine kamertje uit. En die zegt zo van, zo, dat lucht op. En ik heb werkelijk, daar heb ik zo om gelachen. Die gezichten aan die tafel toen. Van al die mensen van Go Ahead. Nee, maar... Die Luiks deed het wel sneller, hè? Die deed het in 30 seconden gisteren. Die was heel snel. Ja. Die had geen krant nodig. Nee, die Luiks. Nee, maar we hebben het bijgehouden. 33 seconden volgens mij. Ja, 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 ja. Maar is het de andere profs van deze tafel nooit overkomen? Nee, gelukkig niet. Heb je het wel meegemaakt? Nee, nee. Ook niet in Japan? Nee, ook niet. Japan, dat is zo'n Japaner te veel sambal op had of zo. Ja. Al mee, man. Ja. Ja. Nee, ik heb het gelukkig nooit gehad. Oké. Okay. Jij ook niet, Johan, hè? Nee, 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 nee. Je deed altijd voor de wedstrijd een grote ba. Ja, sigaartje erbij en dan was het weer klaar, of niet? Ja, het was een gek weekend dit weekend. Want ook die Janmaat die rende zomaar het veld af. Ik weet niet of je dat nog gezien hebt. Heb ik ook meegekregen. Ze renden allemaal het veld af. Wat had die? Ook hetzelfde? Ja, hetzelfde, maar die zei dat hij scheenbeschermers gehaald heeft. Oké. Okay. Ja, die heeft het gewoon niet verteld. Die denkt, ja, ik ga me niet voor dol laten zetten natuurlijk. Heel apart, hè? Ja, dat je scheenbeschermers gaat halen, dat staat natuurlijk helemaal nergens op. Maar het is natuurlijk, als je diarree hebt, is het best een probleem. Want dan loop je toch niet lekker te tikken op het middenveld, ja, lijkt me. Dan ga je echt niet spelen. Hè? Dan ga je ook niet spelen. Nee, misschien en of het moet in de wedstrijd opkomen, ja. Maar normaal gesproken... Ja, ja. Smakelijk verhaal allemaal.